Dit jaar is het precies 800 jaar geleden dat Sint Franciscus de kerststal op de kaart heeft gezet. Een paar jaar geleden schreef paus Franciscus er een brief over. De paus ziet in het opzetten van de kerststal, het bezig zijn met de beeldjes en alles wat erbij hoort, een prachtige kans om de boodschap van kerst uit te dragen. We laten, iets geredigeerd, de paus aan het woord. Als we thuis of in de kerk de kerststal opzetten, dan kan dat ons helpen om de geschiedenis die in Bethlehem plaatsvond opnieuw te beleven. Natuurlijk zijn de evangelieverhalen altijd de belangrijkste bron om de gebeurtenissen in Bethlehem beter te leren kennen en erover na te denken. Maar een concrete voorstelling van de kerststal stimuleert zeker om ons betrokken te voelen bij de heilsgeschiedenis. Kerststallen zijn gemaakt in alle soorten en maten. En zo kan een kerstverhaal steeds in een andere tijd tot leven worden gebracht. Laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is. Zo zeiden de herders na de aankondiging van de engelen. Vele mensen willen 1000 andere dingen doen, maar de herders gaan voor het wezenlijke. Ze worden de eerste getuigen van het wezenlijke, eerste getuigen van het heil dat hun wordt aangeboden. Het zijn de nederigste en armste mensen die de gebeurtenis van de menswording weten aan te nemen. God komt op ons toe in het kind Jezus. De herders gaan het kind bezoeken. Het wordt een ontmoeting van liefde en verwondering. En deze ontmoeting van God met zijn kinderen geeft dankzij Jezus leven aan onze godsdienst. Het schittert op een bijzondere manier in de kerstkribbe. De paus schrijft dat we in de kerststal ook wel symbolische figuren opnemen. Hij noemt bijvoorbeeld bedelaars en mensen die geen andere overvloed kennen dan die van het hart. Bij de geïmproviseerde wieg, bij de kribbe, vallen ze helemaal niet uit de toon. In feite zijn de armen bevoorrecht in het mysterie. De armen zijn vaak ook beter in staat om Gods aanwezigheid in ons midden te erkennen. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, werd arm geboren. Hij leefde een eenvoudig leven en toonde ons zo het wezenlijke. Vanuit het wezenlijke moeten we leven. Vanuit de kerststal klinkt de boodschap dat we ons niet moeten laten misleiden door rijkdom en vluchtig geluk. Bij de geboorte in de stal begint God zelf de enige ware revolutie, die hoop en waardigheid schenkt aan de onterfden, aan de gemarginaliseerden. De revolutie van liefde, de revolutie van tederheid. Vanuit de kerststal roept Jezus ons op om met de gemarginaliseerden de weg te delen naar een meer menselijke en broederlijke wereld, waar niemand wordt uitgesloten of gemarginaliseerd. Stukje bij beetje brengt de kerststal ons naar de grot, waar we de figuren van Maria en Jozef vinden. In het evangelie van Lucas staat eenvoudig dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde, hem in doeken wikkelde en hem in een kribbe legde, omdat er geen plaats was voor hem in de herberg. Voor Jezus, de Zoon van God die in de wereld komt, is alleen maar plaats waar dieren gaan eten. Het stro in de kribbe wordt het eerste bed voor hem. De
kerstaal laat al verschillende heilsgeheimen van Jezus zien. Jezus zal zich bekendmaken als het brood dat uit de hemel neerdaalt. Augustinus en andere kerkvaders leggen het als volgt uit. Hij zei, gelegd in de kribbe werd hij tot voedsel voor ons. Laten we gaan kijken naar de figuren van Maria en Jozef. Eerst Maria. Zij is een moeder die over haar zoon nadenkt. Ze toont het kerstkindje aan allen die hem komen bezoeken. Ze laat als het ware het grote mysterie zien dat deze jonge vrouw heeft omringd toen God aanklopte op de deur van haar onbevlekte hart. Zij antwoordde aan de engel, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Het is van ons allen het getuigenis van overgave in geloof aan de wil van God. Met dat ja werd Maria de moeder van Gods Zoon. Ze verloor niet haar maagdelijkheid. Nee, deze werd dankzij Jezus eerder geheiligd. In Maria zien wij de moeder van God, die haar Zoon niet alleen voor zichzelf heeft, maar iedereen vraagt zijn woord te gehoorzamen en in praktijk te brengen. Naast Maria staat Jozef. Meestal wordt Jozef afgebeeld met de stok in de hand, soms ook met een lamp. Sint-Jozef speelt een zeer belangrijke rol in het leven van Jezus en Maria. Hij is de hoeder die nooit moe wordt om zijn gezin te beschermen. Toen God hem waarschuwde voor de dreiging van Herodes, aarzelde hij niet op weg te gaan en naar Egypte te emigreren. En toen het gevaar eenmaal geweken was, voerde hij het gezin terug naar Nazareth, waar hij de eerste opvoeder was van Jezus. Jozef droeg het grote mysterie in zijn hart dat Jezus en zijn vrouw Maria omvatten. Als een rechtvaardig man vertrouwde hij altijd op de wil van God en bracht het in praktijk. Het hart van de kribbe begint echt te kloppen wanneer we met Kerstmis het beeldje van Jezus plaatsen. Veel beeldjes van het kindje in de kribbe hebben een lachend gezicht. Het strekt zijn handen uit naar iedereen. Zo laat God zich aan ons zien. In zwakheid en broosheid is hij krachtig. Het lijkt onmogelijk, maar het is zo. In Jezus is God een kind geweest. Hij onthult zo de grootheid van zijn liefde voor iedereen. De geboorte van een kind wekt vreugde en verbazing. Het laat ons het grote mysterie van het leven zien. Als we de ogen van jonge echtgenoten zien schitteren voor een pasgeboren kind, dan begrijpen we de gevoelens van Maria en Jozef die, kijkend naar het kind Jezus, de aanwezigheid van God in hun leven ervoeren. Wat een verrassing om God te zien die ons eigen gedrag aanneemt. Hij slaapt, drinkt melk van zijn moeder, huilt en speelt zoals alle kinderen. Zoals altijd verbijstert God. Hij is onvoorspelbaar. Hij is niet in hokjes te plaatsen. Paus zegt, de kribbe nodigt ons uit om na te denken over ons leven dat geënt is op dat van God. De kerststal nodigt ons uit om zijn leerlingen te zijn die tot de volle zin van het leven willen komen.